En ik denk dat we op minder dan 1 minuut 30 van de aankomst zijn. En we zien daar de eerste motard komen van de politie. En we zien daar ondertussen een tweede motard richting die magnifieke laatste rechtszaak. Mag ik vragen om die ver over de nader te hangen? En zeker vast wanneer de rode vlag is gepasseerd, niet meer over te nemen, zou willen vragen aan de mensen om nu niet meer van baanvak of van positie te veranderen. Dan dat we hier een veilige aankomst kunnen waarborgen. De rode vlag heeft voor deze editie, deze tijd voor vandaag afgedaan. Overhaag nog enkele meter, dat is nog voor de rode vlag en de wedstrijd. Naar het kwartet, of dat daar iemand solo is aan heen gegaan of niet. En dat we daar een tiental moeten bieden. De tweede motaar weet zich ook niet aan. De renners zijn nu niet zo ver weg die van de uitgesteerd. Voilà, daar zien we de kopjes oversteken en ze zijn met z'n vieren denk ik. Als we het gaan kijken, dan zijn ze met vier renners. En we hopen natuurlijk aan dat Wout Fransen hier mag zegevieren. En we brengen onze familie naast. En de sprint wordt ingezet. De sprint wordt ingezet op 250 meter. En Wout Fransen hier naar de lijn. En is hier de laatste. En is hier de laatste.